Aan de ene kant wel en aan de andere kant ook eigenlijk niet. Onze trainingen gaan gewoon door. En we gaan ook niet anders trainen 100 dagen voor de Spelen. Dat je ineens meer gaat doen of andere trainingsvormen. Maar het hele corona gebeuren heeft natuurlijk heeft de boel wel een beetje veranderd. Ja, sowieso. Het seizoen is nu veel langer dan normaal. Dus normaal ieder zomer hebben wij een piekmoment. Maar afgelopen zomer hadden we natuurlijk geen spelen. Dus ons piekmoment viel een beetje weg. En daardoor hebben we eigenlijk een veel langer seizoen gedraaid dan normaal. En ik denk dat dat hele vele trainen wel heeft geholpen, ja. En jullie zijn ook met z'n tweeën gaan trainen. Hebben we wat beelden van gezien vorig jaar? In de tijd dat jullie niet naar een zwembad konden. Dat zien we hier. Wat gebeurt hier? Ja, we zaten thuis op den duur. En nog geen badwater. Dus we moesten maar wat oefeningen gaan doen om toch fit te blijven met de katten in beeld. Maar was dit alleen voor de grap of was het ook serieus? Nou, dit hebben we niet heel vaak gedaan, maar we hebben wel veel op het droge gedaan. En het zijn wel soortgelijke oefeningen om core stability, krachttrainingsvormen, om, om fit te blijven. Hebben jullie... Vooral jij. Even jij valt wel mee. Want hebben jullie meer met elkaar samen gedaan dan je normaal zou doen in de voorbereiding? Ik denk dat we vooral langer samen thuis zijn geweest dan normaal. Normaal zijn we allebei best wel veel op reis. En ook zeker zonder elkaar, omdat we natuurlijk een andere tak van sport doen. En nu zijn we gewoon een hele lange periode thuis geweest en hebben we thuis getraind. Wat heeft dat opgeleverd, behalve dit soort filmpjes? Nou ja, het was misschien wel de ultieme relatietest. Dat we in ieder geval de periode dat we eigenlijk vanaf maart 2020 dachten dat we die laatste Olympische voorbereiding, dat we de planning uit elkaar zouden gaan. Dat we heel lang thuis samen zijn geweest. Want jullie praten al eigenlijk niet thuis echt heel erg over het zwemmen. En als je dan in de coronatijd thuis zit, ga je dan over hele andere dingen ineens praten? Ja, eigenlijk wel. Het is niet dat we niet over zwemmen praten. Dat gaat natuurlijk helemaal niet. Dat is zo belangrijk en zo groot ding in ons leven. Maar we zijn denk ik allebei niet bezeten van... misschien wel bezeten van ons eigen zwemmen, maar niet zozeer... Maar we gaan niet elkaars training analyseren als we thuiskomen of zo. Weet je, je zegt wel, ik heb lekker getraind of ik heb niet lekker getraind. Maar het is niet alsof we zeggen van, oeh, ik zwom deze tijd en dan had die tijd moeten zijn. Of, dat doen wij niet. Maar ja. Doen jullie wedstrijdjes eigenlijk samen? Zwemmen? Heel af en toe hebben we dat gedaan. Tot zeg maar 25 of 50 meter blijft dat leuk. En daarna is het wel duidelijk. En dan win jij wel waarschijnlijk. Dat is heel spannend tot 50 meter. En jullie zijn natuurlijk totaal verschillend. Ook al hebben jullie toch een beetje dezelfde. Ja, het is toch een beetje dezelfde passie. Wat is nou iets aan hem waarvan je zegt van dat bewonder ik heel erg of daar ben ik zelfs jaloers op? Het stukje niet zozeer doorzettingsvermogen, maar echt. Ja, Ferry zwemt 10 kilometer lang in zijn race. En waar mijn race binnen een minuut klaar is, moet hij doorgaan en doorgaan en eindeloos doorgaan. Dus ook vastbijten in niet alleen in je doel, maar gewoon het hele proces. Kan jij dat minder? Niet zozeer het doel, maar ik denk dat ik misschien iets sneller opgeef als ik denk van, nou, ik zie er geen nut meer in. Waarin Ferry echt goed vastbijt en echt niet opgeeft. En andersom? Ik bewonder natuurlijk een hele hoop aan Ranomi. Maar ik denk... Nee, ik denk dat wat ik heel erg aan haar bewonder is dat zij alles opzij kan zetten voor haar doel. En daar echt voor wil gaan. En dat ook gewoon heel erg goed. Toch wel heel lang ook kan volhouden. Want anders zou ze niet zo lang aan de top zitten en al zo lang zwemmen. Ja. Maar dat zal er wel zijn omdat ze het net ervan inziet. Ja.